MaxVZ, weer op zich, is een digitale inclusieorganisatie. Dus we proberen iets te doen aan de achterstand van sommige mensen in het digitale. Heel veel dienstverleners en zo gaan online en heel veel mensen geraken niet aan die informatie. En daar proberen wij iets aan te doen, ook voor jongeren en kinderen. We hebben daar net de groep in twee verdeeld. En jullie weten dus in welk groepje dat jullie zitten. Deze, de Scratch Junior, is met de tablet. Dus de Scratch Senior is met de computers. Onze animatoren die wij hier eigenlijk aan het werk stellen, dus we bieden die een vakantiejob aan. En wij leiden die op binnen de organisatie, eigenlijk op twee vlakken. Een beetje op soft skills, hè, voor een groep leren staan. Hè. En we leren hun ook alle programma's waar we mee werken. Alle speelse codeerprogramma's die we hier gebruiken tijdens de activiteiten. En dan moeten we een foto maken. En dan gaat die tablet het scanneren en gaat dat op het spel. En het mannetje gaat daarop gaan. Online moeten we dat besturen. Ik m'appelle Aïcha, j'ai 17 ans. J'aime bien parce que déjà c'est mélangé. Mais c'est la première fois que je suis dans un lieu où il y a les néerlandophones et les francophones en même temps. Ik ben Badrontin, ik ben 18 jaar. 10 jaar in Max, sinds mijn 8 jaar was ik en mijn broer terug bij Max. Ik leerde programmeren. Filmpjes maken, slow motion. Het was voor mijn deur en ik houde programmeren. Dus ik ben daar tot mijn 14 jaar gebleven. Na mijn 15 jaar, ze hebben mij voorgesteld om animator te worden. En nu is het al 3 jaar dat ik ben animator bij Max. Ik denk dat MaxVZ2 nu een heel actuele positie is als je kijkt naar alle digitale tendensen. En ik denk dat onze toekomst zich daar ook situeert in dat digitale en in die positieve strijd voor digitale inclusie. We rekenen eigenlijk op een beetje steun en vooral ook steun in materiaal. Want de computers die we gebruiken zijn donaties van Microsoft onder andere. Ik beleef mijn dag goed. Ik sta morgens hier met plezier. J'ai prévu d'inviter des amis pour qu'ils voient ce qu'on fait ici. Comme ça au moins ils voient que voilà, on apprend des choses et que c'est pas rien.